Dag Laura en Mark, met een hartje. Graag nodigen we jullie uit voor een informeel interview, naar aanleiding van de uitnodiging, die geselecteerd is voor het Theaterfestival 2023. Met andere woorden, doen jullie gezellig even mee met een kopje thee. Mark is al 2 keer getrouwd geweest, dus hij wil met mij niet trouwen, hij wil met mij vertrouwen. Dus toen zei ik, nou, als we dat willen, dan moeten we ver van trouwen blijven, wat mij betreft. Dus jullie zijn aanwezig op een vertrouwerij. Veel mensen zullen waarschijnlijk denken van, ah, dat is veel te clever, dat is veel te sentimenteel, dat is privé, daar wil ik niet naar kijken op het theater. Maar ik zeg u, je wilt dat echt wel. En net omwille van dat soort van ongemak dat wij hebben als we mensen zien die verliefd zijn, dat brengt een soort van plaatsvervangende schaamte een beetje in ons naar boven. Maar Laura speelt het eigenlijk heel mooi uit, ook in die voorstellingen. Dat het mooie is, ze is natuurlijk, ze is een vrouw van 46, misschien 47 nu. Ze heeft heel zwaar afgezien in haar leven na die echtscheiding. Ze is ook in een depressie beland, maar zij is er toch in geslaagd om haar hart terug te openen. En ze wil eigenlijk dat iedereen dat mag zien. En dat vonden we met de jury eigenlijk wel een heel mooi en moedig statement zo in deze cynische tijden. Iemand die eigenlijk het gewoon schaamteloos over geluk durft hebben. We hebben gelukskoekjes gekregen als aanleiding voor een gesprek over de uitnodiging. En er zitten speciaal op de uitnodiging geënte briefjes in. En ik vind het heel ontroerend dat iemand die koekjes heeft opengemaakt en daar briefjes in heeft gestoken. Lekker. Wat is dat? Oh, lekker! Hoppa! Spelen in Rotterdam of spelen in Brussel? Ja, ik vind het allebei mooi, maar ik vind het toch wel leuk dat mensen in Brussel dan zien van wauw, zij vindt het ook spannend om daar te staan. Zij is ook onzeker, ze is ook bang om door de mand te vallen en toch durft haar stem te laten horen. Ik zeg spelen in Brussel, want Laura leert mij dat de Vlamingen en de Belgen veel zachter zijn. Open nog eens een koekje. Ik open een koekje. Ik ga dat dan heel braaf, heel netjes doen. Zo. Een emoticon of een spraakberichtje? Toen eindelijk een antwoord. Het volgende. Je Laura met een emoticon van een oog erachter. Ja, zie je, daar kunnen zij ook echt helemaal niks mee. Een oog. Als je een beetje paranoïde bent, wat ik ben, want verlatingsangst, dan is zo'n emoticon een wereld vol geheimen eigenlijk. En het wordt vaak op cruciale momenten, wordt die emoticon, werd hij erin gegooid door jou. Je deed ook deze vaak, of dat surfende mannetje, weet je, nou, die snapte ik ook nooit. Maar ja, surf je van me weg, surf je naar me toe. In de voorstelling heb ik veel verbindingsangst en verlatingsangst en ik vertegenwoordig wel de bindingsangst. En hoe is het nu met je bindingsangst? Na 2 weken met jou in de bus gaat hij heel goed. Ja, ligt in zijn hangmatje. Ja. Iemand zei ooit, ik kan niet wachten tot de rest van jouw leven. En dat zei best wel veel over mijn werk. En ik heb ooit de term stand-up filosofie daarvoor verzonnen. Ze speelt wel met de codes van het theater natuurlijk ook. Maar eigenlijk krijg je iemand die hun alle openhartigheid toelaat om een inkijkje te nemen in haar leven. Het is een heel interessante spiegel om daardoor naar je eigen leven te kijken. Iemand die zo kwetsbaar al haar twijfels en al haar ongemakkelijkheden durft delen. Toen we op een trauma 3-daagse waren en mij gevraagd werd om een stukje uit mijn vorige voorstelling Geen Verhaal te spelen. En dat ik dacht, ja dat wil ik wel, maar het gaat over mijn scheiding, vind ik niet zo leuk voor Mark. Ik vraag wel of hij naast me komt zitten. En toen dacht ik, ik schrijf even een paar zinnetjes om Mark te introduceren. En die zinnen, ik bleef in dat kamertje zitten en mijn vingers gingen zo vanzelf. En Mark kwam af en toe een kopje thee brengen. Volgens mij voelde jij wel, daar, dat is een kraamkamer geworden. En toen bleek dat stuk zo uit mijn vingers te vloeien. Dus toen werden die paar zinnen opeens een hele voorstelling. En die hebben we toen gespeeld daar op die trauma 3-daagse. En Laurens heeft het unieke talent om u het gevoel te geven dat die voorstelling voor u gemaakt is. Dat je bij haar op de living zit. Dat die eigenlijk one-tot-one tot u spreekt. En ze kan ook heel goed de magie van het theater eigenlijk benutten. De dynamiek die in een zaal heerst, daar gaat ze gewoon mee aan de slag op het moment, waardoor dat elke voorstelling helemaal anders is. Dus daarom absoluut de aanrader.